Dag allemaal, Ancla Mulman hier, welkom. Dit is deel 10 in een studie over de Heilige Geest. En we zijn begonnen, of ik ben al begonnen met de gaven van de geest, de charismatische gaven. Mijn website is cwowi.eu, Church Without Walls International EU. Goed, je kunt me altijd mailen als je vragen hebt, of mailen. Ik wil zeggen, of op een andere manier, maar mailen is het handigst. Dit is deel 10 alweer. Vorige keer heb ik het gehad over de openbaringsgaven. En vandaag wil ik die andere gaven behandelen. Ik hoop dat ik ermee klaarkom. De krachtgaven en de gaven die wat spreken. Kijk, wij labelen ze, hè, zodat het voor ons makkelijker wordt. Maar het is allemaal volgens 1 Korintiërs 12 een openbaring van de geest. Gegeven tot welzijn van een ieder. Dus het gaat om dat het er met een ander goed gaat. Dat een ander bemoedigd is, geholpen is. Of wat dan ook het probleem of de situatie. Is. Het gaat niet om jou, niet om degene die iets uitspreekt of die iets doet, maar het is de geest die iets doet, het is God die iets doet, die in ons werkt. Het is ook niet zo dat je één gave hebt, want je hebt de Heilige Geest in zijn volheid in je. Ook al kan één gave beter passen bij je persoonlijkheid, maar als je in de situatie bent dat er iets nodig is, en de Heer heeft jou alleen, dan zal hij jou daarvoor gebruiken, wat dan ook nodig is. Goed, we gaan het hebben over de krachtgaven. Daarbij hoort geloof, volgens 1 Korintiërs 12. Geloof, werken van wonderen en gaven van genezingen. Geloof, het is niet het gewone geloof, iedereen heeft geloof. Ja, als je tot geloof komt, dan heb je geloof. Dat mensen die geen die tot geloof zijn gekomen, die hebben ook geloof. Maar dit spreekt over een extra gave van de geest voor bepaalde situaties. Dus het is een geloof wat over je komt, wat meer is dan normaal geloof. En dat helpt jou, bijvoorbeeld wanneer je in een situatie bent, dat je eigenlijk geen vrede zou hebben, dat je eigenlijk in paniek zou moeten raken, maar je doet het niet. Je hebt een rust, je hebt een vrede en je weet alles komt oké. Dat is speciaal geloof. Het voelt alsof alsof jou iets warms omarmt, alsof er een mantel over je heen valt. Je kan ook zeggen, het is een extra genade, zo kan je het ook noemen. Maar een extra geloof, dat je weet dat alles goed komt, ook al lijkt het er helemaal niet op, ook al zijn mensen om je heen helemaal in paniek. Een voorbeeld in het Oude Testament, dat is bijvoorbeeld in 2 Koningen 4, de Tsunamitische vrouw, misschien ken je het verhaal. Zij had Elisa die kwam vaak bij haar langs in de buurt. En op een gegeven moment kregen ze het op haar hart om voor hem een bovenkamer klaar te maken met een bed en een lamp enzovoort. Dat als hij in de buurt komt, dat hij daar kan overnachten. En na een tijdje zegt hij tegen de vrouw, nou je hebt zoveel voor mij gedaan, is er iets wat ik voor jou kan doen? En even weet ze het niet. En dan zegt Gehazi, de knecht van Elisa, ja, maar ze heeft geen zoon. En haar man is al oud. En dan zegt de profeet, oké, over een jaar na nu zul je een zoon hebben. En dat gebeurt, ze krijgt een zoon van de Heer. En de jongen groeit op en op een bepaalde dag is hij buiten in het veld. En dan zegt hij, mijn hoofd. Waarschijnlijk heeft hij een zonnesteek doordat hij in de zon was. Zijn moeder pakt hem op, neemt hem mee naar binnen, naar huis, zet hem op haar schoot voor een lange tijd en dan overlijdt hij. Wat ze dan doet, ze legt hem op bed neer, ze gaat naar haar man en ze zegt, ik moet de profeet ophalen. Ik ga naar de profeet en zegt, waarom? En ze zegt, alles is goed, alles komt oké. All is well, zeg je in het Engels, hè? Alles is oké. Ze gaat naar de profeet Elisa en die zegt, is alles goed met u, met uw man en met uw zoon? En weer zegt ze, alles is oké. En dan komt het natuurlijk uit dat hij meekomt met haar en naar de zoon en die wordt uiteindelijk ook opgewekt uit de dood. Maar zij was in zo'n situatie dat je zegt van in paniek. Maar ze was niet in paniek. Ze zei, alles is oké. Het is goed met mij. He, omdat ze wist, en dat was waarschijnlijk ook een reden waarom ze naar de profeet ging. Van, nou, God heeft mij een zoon beloofd. Hij heeft het gegeven en hij gaat het echt niet zomaar na een aantal jaren dat hij hem weer weghaalt of zo. Dat zal niet gebeuren. Dus ze ging naar die profeet en ze kreeg haar zoon terug uit de dood. Een ander voorbeeld. Wat je zou kunnen zeggen, dat is speciaal geloof. Dat is als je gaat naar Handelingen 12, vers 1 en 2. Daar staat dat Jacobus gedood is door Herodes. En dan de mensen vinden dat geweldig. Hè? En dan zegt hij, oké, dat is een goed idee. Dan gaan we ook Petrus oppakken. Petrus wordt gearresteerd, in de gevangenis gezet en geboeid. Wacht dus bij hem. En dan hij weet dat hij de volgende dag waarschijnlijk ook geëxecuteerd zal worden. Maar wat gebeurt er? Op een bepaald moment komt er een engel die nacht en die stoot Petrus aan, want hij ligt gewoon vast te slapen. Hij moet hem echt in zijn zij stoten. Het was niet zo dat hij uiteindelijk van moeheid of van huilen of van paniek of wat dan ook in slaap was gevallen. Nee, hij lag gewoon heel rustig te slapen. Hoe kon het dat hij zo'n geloof had, dat hij zo rustig was en dat hij kon slapen? Nou, als je in je Bijbel even gaat lezen in Johannes 21, vers 18, ik zal het even ophalen, even opzoeken. Dat is iets wat de Heer tegen Petrus zegt.
He, nadat hij Petrus de Heer verloochend heeft. En dan zegt Petrus weer, oké, hoed mijn schapen enzovoort. Maar hij vroeg me, hebt gij mijn lief? Je kent dat wel. En dan zegt hij in vers 18, Johannes 21, vers 18. Toen je jong was, omgordet gij uzelf en gij ging waar gij wildet. Maar wanneer gij eenmaal oud wordt, zult gij uw handen uitstrekken. Spreek het over een kruisdood. En de ander zal u omgorden en u brengen waar gij niet wilt. Dit zeide hij om te kennen te geven met welke dood hij God verheerlijken zou. He, dus hier wist de Heer al dat Petrus via een kruisdood zou sterven als hij oud geworden was. En dat wist Petrus natuurlijk ook. Dus hij dacht, ik zit er in de gevangenis en het lijkt erop dat ik morgen kom te overlijden. Maar dat kan niet, want de Heer heeft gezegd als je oud bent. En zeker niet door het zwaard, maar ik zal het via een kruisdood. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. Hij is op de kop gekruisigd, want hij wilde niet op dezelfde manier gedood en gekruisigd worden als zijn Heer. Hij heeft zich op de kop laten kruisigen. Dus dat kun je zeggen, was een speciaal geloof wat hem omhulde, wat hem hielp door die moeilijke tijd heen. Goed, een andere gave is de gave van gaven van genezingen, meervoud. Soms hebben mensen speciale gaven voor een speciaal probleem. Dat ken je vast wel, mensen die bidden voor knieën bijvoorbeeld, of voor ruggen, of voor tekorte benen, of voor tumoren die verdwijnen. Dus er zijn gaven van genezingen. Dat wil niet zeggen dat we niet allemaal, wat Jezus ook zegt, zullen de handen op de zieken leggen en zij zullen genezen. Dat is voor iedereen. Maar soms is er een extra gave voor een speciale situatie, omdat de Heer een persoon wil genezen of wat dan ook. Goed, dan hebben we het werken van wonderen. Wonder of krachten, geloof ik, dat er in de Bijbel staat. Miracles is het eigenlijk, een wonder. Wat is een wonder? Een wonder is als de wetten, de natuurlijke wetten, overschreden worden door Gods wetten, door hogere wetten. Dus die natuurlijke wetten zijn er nog wel, maar die hogere wetten van God, die gaan dat te boven. Voorbeeld natuurlijk in het Oude Testament, Mozes. Toen hij bij de zee aankwam, de zee was voor hem, Farao was achter hem. Hij was in een situatie dat hij een wonder nodig had. En daar is ook wanneer wonderen gebeuren. Als je in een situatie bent dat je het nodig hebt. Hè? Mensen die bidden wel eens voor wonderen. Maar ik weet niet of je daar zo graag voor moet bidden. Want dat wil ook zeggen dat je in een situatie komt en zult zijn dat je een wonder nodig hebt. Dat je geen uitweg hebt in het natuurlijke. Dat was met Mozes het geval. Hè? Dat was de zee voor hem. Een farao achter hem. En toen was het dat de zee zich openspleitte. Het veranderen van water in bloed, voedsel eten wat vermenigvuldigd wordt, kan je eronder laten vallen. Jezus die op het water wandelde, iemand die uit de dood opstaat enzovoort. Misschien heb je dat zelf ook wel een wonder meegemaakt. Iets dat je zegt van nou, ik weet van mezelf jaren terug, toen ik in het tiende was en we in de jeugdgroep waren op een zendingsreis naar Zweden. We zaten in een oud Volkswagenbusje onderweg naar een gemeente, 's avonds laat in Lapland. En het is niet zo dat je daar om de paar kilometer een benzinestation hebt, nee. We raakten zonder benzine. En ik weet nog dat we uit de auto gingen en dat handen op de auto legden en het voorbaren dat hij weer zou lopen. Gingen in de auto zitten, sleutel omgedraaid en hij startte weer. En we zijn doorgereden tot aan het punt waar we moesten zijn. We hebben daar geslapen die nacht. En de volgende dag uiteraard moest de benzine gehaald worden. Maar dat was een wonder. Net zoiets als de Heer ook water, ook eten kan vermenigvuldigen. Zo kan hij dat ook doen. Omdat we in de situatie waren dat we het nodig hadden. Goed, dan de sprekende gaven even nog behandelen voordat mijn tijd voorbij is. 1 Korintiërs 12 noemt tongen, vertolking van tongen en profetie. En het zegt dat tongen en vertolking van tongen gelijk staan aan profetie. En waarom is dat? Omdat als je alleen de tongen spreekt, niemand opgebouwd wordt. Hè? Daar heeft niemand wat aan, dus het moet vertolkt worden. En dan is het gelijk aan profetie, omdat profetie is. Eenvoudige profetie, zoals we dat lezen, 1 Korintiërs 14. Laat ik even zien wat staat hier. Om te bemoedigen, te vermanen en op te bouwen. He, dus om je te troosten, om je te bemoedigen, om je op te bouwen. Dat is een profetie. Heeft niets te maken met de toekomst om te voorspellen wat er later gebeuren gaat. Nee, een eenvoudige bemoediging en vertroosting van iemand. Dus dat kan ook, dat zeker gebeuren die dingen niet alleen in de samenkomst. Geen zins. De meeste gaven van de geest die je ziet, zijn daar waar de mensen zijn, waar jij bent en waar er nood is. He, stel je bent met iemand aan het praten, onder koffie aan het drinken. En die persoon noemt dat hij naar het ziekenhuis moet en dat hij een beetje bezorgd is enzovoort. En ineens heb jij dan vrede in je hart en je ervaart dat de Heer zegt, nee, het komt allemaal goed. Niet dat hij dat zegt, maar je ervaart het.
Je hebt dat gevoel, hè, perception, zegt de Engelse Bijbel, van het komt helemaal oké, je hebt daar vrede over. Dus je zegt, weet je, ik heb het gevoel dat het helemaal oké komt. Je hoeft je geen zorgen te maken. En die persoon is opgebouwd, bemoedigd, vertroost. Dat is een profetie en dat heb je allemaal gedaan. Dus je wordt allemaal gebruikt door de Heilige Geest. Goed, tongen hebben we het al over gehad de andere keer. Tongen, dat is dus een taal die je niet geleerd hebt. Taal die God je geeft, omdat God alleen werkt via uitnodiging op aarde. En hij wil dat we zijn perfecte wil bidden, maar we kennen zijn perfecte wil niet. Dus die woorden, die tongen, hè, die woorden zijn als containers, die bevatten iets. Die tongentaal, die bevatten de perfecte en volmaakte wil van God de Vader. Legt die in jouw geest, die spreek jij uit. En daarmee geef je hem wettig gezag om hier op aarde te werken in iemand of in een situatie. Daarom zijn tongen voor bedoeld. Uitleg van tongen, dat is niet een vertolking van tongen, dat is... Een vertolker van tongen, dat is niet een vertaler, zoals ik wel eens iemand vanuit het Engels naar het Nederlands vertaal. Dan moet ik letterlijk zeggen wat die persoon zegt. Kan ik niet mijn eigen interpretatie aangeven, niet mijn eigen woorden. Nee, ik moet letterlijk vertalen wat die persoon zegt. Maar vertolking van tongen, dat is wat anders. Dat kan korter zijn. Ik heb misschien wel eens meegemaakt dat de tongentaal lang was, maar de vertolking was korter. Je kan het samenvatten. Je kan je eigen woorden ervoor gebruiken om weer te geven wat iemand bedoelt. Het is wat anders, zeg maar, profetie, als mensen er veel in gebruikt worden of in tongen en een uitleg van tongen, krijgen mensen soms het verkeerde idee dat ze een profeet zijn. Maar een profeet, die heeft dat uiteraard, functioneert hij daarin, maar een profeet hoort de Heilige Geest zelf spreken. Een voorbeeld daarvan is Agabus in Handelingen 21 is dat. Wat hij tegen Paulus zegt, dit zegt de Heilige Geest. En dan herhaalt hij letterlijk wat de Heilige Geest van binnen tegen hem sprak. Het is alsof je een luidspreker binnenin hoort. Niemand anders hoort het, maar je hoort duidelijk een zin of woorden. En de profeet geeft dat dan ook weer, die woorden die hij hoort. Dat is iets wat normaal is bij een profeet. En hij zal ook letterlijk weergeven. Als het goed is, dan zegt hij ook, dit zegt de Heilige Geest. En als je het niet zeker weet, als je het idee hebt, moet je niet zeggen van zo spreekt de Heer of dit zegt de Geest. Nee, dan moet je ook zeggen zoals het is. Ik bemerk of ik bespeur of heb het idee enzovoorts. Goed, maar een profeet ontvangt ook woorden over volken, over landen, over natuur, over gebeurtenissen. En over wat de Heer, wat God gaat doen met het lichaam van Christus. En niet af en toe, maar op regelmatige basis. Goed, even over persoonlijke profetie. Lees eens even voor jezelf Jeremia 23. Waar God iets zegt tegen de valse profeten. En je kan ook zeggen, oké, gaat ook voor valse profetie. Dat die valse profeten spraken. Niet omdat de Heer dat gaf om te zeggen. Maar ze spraken vanuit hun eigen hart. Ze spraken en die woorden die ze zeggen, dat bracht een trotsheid, een opgeblazenheid in de mensen die het ontvingen. Ze dachten dat ze heel wat waren. En vandaag de dag zie ik dat ook wel veel gezien in het verleden, dat er geprofeteerd werd onder en gezegd van zo zegt de Heer, terwijl de Heer niks zei, maar dat waren gewoon de gedachten van die persoon zelf. Of ze gaven weer wat die andere persoon tegen wie ze profeteren graag zou willen. En ze gingen dat vertalen en omzetten in de woord van de Heer voor hen. En er zijn heel veel fouten meegemaakt. Mensen zijn teleurgesteld. Er zijn mensen gezegd van zo spreekt de Heer. Jullie moeten die en die. Jullie moeten samen met elkaar trouwen. En dat bleek helemaal niet van de Heer te zijn. En na de huwelijk en de scheiding en noem maar op. Er zijn mensen die gezegd hebben zo spreekt de Heer. Je moet naar dat en dat land toe gaan. En dat deed men. Maar het was niet de Heer. Je kan het idee hebben dat iets zo is. En dan nog, ook al zou je iemand over jou profeteren. Bijvoorbeeld om weg te gaan naar een ander land of wat dan ook. Als jij het niet zelf eerst ontvangen hebt, zet het eventjes weg en bid daarvoor. Maar meestal is een profetie een woord wat jouw toekomst verandert of wat jouw richting geeft. Iets wat God bevestigt, wat je zelf van binnen al weet. Kijk ook uit wie jou de handen oplegt. Hoe is zijn leven? Daar spreekt Jeremia 23 ook over. Over de profeten die leugens vertelden en die immorele levens hadden. Ken degene die over jou profiteert. Hoe is zijn leven? Hoe is zijn huwelijk? Hoe is hij moreel gezien? En is dat niet oké, dan laat je dan niet de handen opleggen. Laat geen woord over jou spreken. Wees verstandig. Jij kan zelf ook van God horen. Goed, dat was het even wat betreft de charismatische gaven. Volgende keer over andere gaven. Tot dan.